Hallo allemaal, ik heb weer een Styletone-box binnengekregen en vandaag is het de Get Your Sparkle On. Hartstikke leuk, dus ik hoop dat we een beetje gaan sparkelen. Aan de ene kant vind ik al die glitters altijd wel leuk met de kerst, maar aan de andere kant denk ik van oké, het hoeft niet, zeg maar. Styletone-box is een box van €12,50, hij past door de brievenbus, vandaar dat die verzendkosten laag zijn. En ik heb hem al een hele tijd en ik ben er heel erg blij mee. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment, een paar maanden geleden, half jaar geleden, ik weet het niet meer precies, op het punt stond om hem op te zeggen. Toen was ik het vergeten en nu heb ik hem weer een tijdje, want ja, er zitten toch steeds weer leuke dingen in. En ja, stick to what you know, zeg maar. Nou, allereerst hebben we een dame met een mooie sparkly body paint. Nou, het is gewoon net alsof ze in een bad met glitters is gevallen. En hier staat in wat het kost, wat het is en dat soort dingen en zo. Nou, allereerst een kleurtje bij Face heet het. Het is een best wel mooi kleurtje zoals ik op het eerste gezicht kan zien. Het is een beetje paarsbruinig met een shimmer. Ik ga hem gelijk even... Nee, niet op mijn duim. Weten jullie nog dat ik elke keer... Nou, dan ga ik zo doen. Dat is zo onhandig. Ik doe hem even zo hier op mijn middelste. Oeh, dit vind ik wel een hele mooie kleur. Kunnen jullie het zien? Het zit echt bijna tegen zwart... aan zwart, bruin, paars is het. Met een glimmertje. Ik vind dat mooi. Ik vind het leuk. Dus van Face. Hebben we er al een keertje iets van gehad? Het zegt me wel iets, maar ik ga even mijn nagel weer schoonmaken. Want anders smeer ik alles onder. Oh, alles stort in. Ik heb laatst mijn hele make-up tafeltje, hoekje heb ik opgeruimd. Omdat ik me elke keer stootte en omdat het elke keer zo'n troep was en zo. Dus het is nu beter, maar nog steeds... Kijk, misschien kunnen jullie het ook als ik het hier zo eraf haal. Zie je, het is echt gewoon bijna tegen zwart aan. Maar het is heel duidelijk dat je ook de paars en de shimmer en dat soort dingen ziet. Dan het volgende wat ik pak is de Blackhead Pore Strip. En nou is het niet een strip. Ik ken dit namelijk. Ik heb dit al een keertje besteld. Dit komt duidelijk uit... China of Japan, sorry. En ik heb dit al een keertje gehad, maar dan was het een masker. En dan, je smeert dat op je gezicht. Het is zwart. En dan moet je het er zo af. Het is zo'n peel-off masker. En ik ben helemaal nul fan van peel-off maskers. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb hier gewoon haartjes. En dat trek je dan zo mee. En dat is not a funny feeling. Dus... die heb ik toen de tijd weggesmeten. Maar dit is een pore strip. En als je het gelijk alleen bij je neus gelijk. En als je het alleen bij je neus gebruikt. Nou ja, ik heb hier geen haar. Dan moet het vast goed gaan. Dus ik ga dit proberen. En we hebben er 5 gekregen. Dus dat is leuk. Ik vind dat wel grappig. Dan een Gliam. Denk ik. Gliam bij Melanie Mills. En dit is een body lotion, denk ik. En... ik ga daar een heel klein beetje van uit dat het een... Oh, wacht. Dat is dan wel weer mooi. Tralalala. Hij is goed dicht. Ik denk dat het een glimmertje is. Waarom kom je er niet uit? Wat is dit? Waarom moet dit nou weer? Serieus, ik heb het eruit afgehaald, maar het plasticje is niet losgegaan. Veel te veel prutten om dit open te krijgen. Zo, nou, het is gelukt. Oh, daar staat hier light gold. Dus ik heb gouden radiance. Ik ga het even opsmeren. Oh, ik heb weer veel te veel gepakt, maar goed. Oeh, zien jullie dat? Zien jullie de shimmer? Ik zie de shimmer. En het is wel inderdaad light gold. En dus, oh, hier. Zien jullie het ook misschien heel goed? Zien jullie dat? Ja, waar ga je dat voor gebruiken dan? Ik weet niet zo goed waar ik dit voor zou gebruiken. Ik vind het ook een beetje gelig, want het is goud. Maar doe ik het hier? Soms ben ik ook zo'n muts. Doe ik het hier? Oké, even mijn handen schoonmaken. Nou, het is grappig. Ik ben er niet helemaal fan van. Maar dat komt waarschijnlijk ook om hoe het op mijn huid komt. Het is een beetje gelig. En nogmaals, dat is logisch. Het is goud. Maar dat is dan niet iets wat ik snel op mijn huid zou smeren. Want nou ja, dan zie ik er gewoon ziek uit in plaats van... sparkly vampire stuff. Nou goed. Dan pak ik een eyeliner pen pak ik eruit. En oh, en er is ook een kleurtje. Dus is het deze kleur eyeliner? Nee toch.
Ik ga hem openmaken. Ik wilde zeggen, oh, ik ben er heel erg blij mee. Want mijn eyeliner pen, die is bijna op. Van Ideal, daar ben ik best wel fan van. Waar is dat ding? Even kijken. Deze van Ideal. Dat is een hele fijne. En hij doet het ook best wel lang. Hij houdt het lang uit. Maar hij is wel een beetje droog aan het worden. Ik ben helemaal niet goed met eyeliner. Zoals jullie misschien wel weten. Maar heel soms heb ik er toch zin in. En dan ben ik gewoon koppig. En dan smeer ik het op. En deze gaat, deze gaat dan het beste. Even kijken. Ik ga dit even openmaken. Want ik wil heel graag weten of het dan zeg maar Bordeaux eyeliner is. Waar ik denk ik niet zo heel veel behoefte aan heb. Want ja, als je Bordeaux op je ogen doet, zoals ik vandaag trouwens heb. Maar als je het ja, niet goed doet, dat klinkt dan weer alsof ik het wel goed heb gedaan. Maar als je het niet goed doet, dan lijkt het alsof je ziek bent. En dat, nou, daar heeft niemand natuurlijk behoefte aan. Even kijken. Nou, het is volgens mij wel Bordeaux. Oh nee. Het is donkerbruin. Nou jongens, het lijkt toch helemaal niet op elkaar. Het is donkerbruin en dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Kan ik hem niet aan de andere kant ook openmaken? Nee. Nou, donkerbruine eyeliner. En dat vind ik wel mooi, want ja, normaal is het zwart. En nogmaals, ik kan het niet zo heel erg goed. Dus als ik dan iets fout doe, dan is het gelijk helemaal zo in your face. En met bruin, donkerbruin, nou ja, kan je tenminste nog een heel klein beetje iets, ik weet niet. Dat, ik weet het niet. We gaan het proberen en ga kijken. Als dan, je kan ook dunne lijntjes maken. Ik vraag me af of dit echt, kijk. Dus jullie zien die lijntjes en zo, maar echt een heel dun lijntje maken, dat lukt niet. Want je moet best wel drukken voordat er iets uitkomt. En dat is niet zo handig, zeg maar. Maar goed, ik kan er vast wat mee. Dus ja, leuk. En dan als laatste een doosje en van Hikari. En daar weet ik wel van dat we al een keertje iets hebben gehad. De Hikari. Nou, het is oogschaduw, want dat staat op het doosje. Ik baal er altijd van als die doosjes niet goed open gaan. Want dan stel je voor het is niet mijn kleur. Dan kan ik het dus ook niet aan iemand anders geven. Ja, ik kan wel natuurlijk zonder doosje. Maar het is toch veel netter om het met doosje te geven. En ik krijg hem gewoon niet open. Dan moet ik hem scheuren. En het irriteert me echt. Het irriteert me echt. Jongen. Ik vind het zo irritant dit. Nou, ik heb het dus gescheurd, want ja, goed, irritant, gewoon vervelend. Hikari. En zoals beloofd, met sparkles, paars, een beetje geel-goud, mat zwart-grijs vind ik het, en een gouden. En dat is natuurlijk leuk. Dit is leuk voor de kerstdagen. Ik vraag me af hoe ik deze kleuren het beste kan combineren. Ik denk wel dat ik dat zou kunnen, behalve waarschijnlijk die donkere kleur. Kijk, dit kan je gewoon op je bewegend ooglid doen. Hier een heel klein beetje aan de zijkant van je ogen. Het goud zou ik hier zo aan de binnenkant extra doen. En misschien dat ik met het zwarte of grijs, zwart-grijs, een streepje zou trekken. Maar ja, ik weet niet of dat mooi is met dat geel. Maar leuk. Leuk weer. Even kijken, wat vond ik leuk en wat vond ik niet leuk? Dit zijn echt de dingen die ik heel erg leuk vind. De eyeliner, daar moet ik denk ik even mee oefenen. Want ja, echt hele dunne streepjes gaan niet lukken. Dit is wel leuk om een keertje uit te proberen. Deze kleurtjes zijn ook leuk. Woehoe. Die twee die zijn ook leuk voor de zomer. Dit kan je sowieso altijd wel gebruiken, dat goud. Ja, ik gebruik niet zo vaak glitter oogschaduw. Dit is wel een erg mooie kleur, vind ik. Zeker voor de feestdagen. Toch vrolijk, maar een beetje cool. Want het zit een beetje tegen het zwart aan. En dit, ja, enig. Nou, dit hier ben ik niet zo heel erg fan van. Ja, ik ga dit gewoon niet gebruiken, denk ik. Ik denk dat ik dit geef aan mijn nichtje. Die is 13 en misschien dat zij het hartstikke leuk vindt. En die blackhead strips, ja, daar heb ik gemengde gevoelens bij. Want ik ken dit concept als een peel-off masker. En daar was ik niet zo heel erg tevreden over. Niet alleen maar omdat hij mijn haartjes meetrok, maar ook gewoon omdat ik niet zag dat hij wat uit mijn poriën meenam. Maar goed, iedereen verdient een kans en zelfs wel een tweede kans. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en smile veel petit.